Er komt hier een chicane in de weg en deze straat wordt naar die kant verlegd. Dat gaat ten koste van het groen hier. Han Knubben kwam hier ooit wonen vanwege het vele groen. Molenwijk was een buurtje met veel bomen, maar daar is nog maar weinig van over. Deze drie, dat zijn de enige bomen die overblijven, ja. Vanwege de aanleg van nieuw asfalt en nieuwe riolering zijn er zo'n 40 bomen weggehaald. Ook voor het huis van Han zijn ze flink bezig geweest. Hier stonden 5 mooie esdoorns. Die zijn inmiddels gerooid, omdat deze straat opgehoogd moet worden. Op zich heeft Han daar wel begrip voor, maar dan moeten er wel nieuwe exemplaren voor in de plaats komen. Die waren wel beloofd, maar wie de oude plattegrond van de wijk met de nieuwe vergelijkt, ziet dat er maar weinig bomen zijn ingetekend. Onbegrijpelijk dat datgene wat in 4 avonden besproken is, dat daar maar deels naar voren is gekomen in de plannen, in de uitgewerkte plannen. Het overgrote deel van datgene wat er gesuggereerd is in die plannen is absoluut geen rekening mee gehouden. Ook de politiek maakt zich zorgen over de kaalslag in Molenwijk. Inwonersbelangen heeft het college vragen gesteld over de bomenkap. Punt 1, participatie staat hoog in het vaandel. En we zien hier gewoon dat het niet gelukt is. De inwoners hebben suggesties gewekt en ze krijgen niet terug wat ze wilden. Het tweede is, we willen meer bomen in Woerden. We komen ergens 1000 bomen tekort, vorige periode gezegd. En hier verdwijnen ook gewoon bomen. Vanavond gaat de gemeente nog maar eens in gesprek met de bewoners. Dat is te zot voor woorden. Han hoopt dat de plannen nog aangepast kunnen worden. Want zijn woongenot is door het tekort aan bomen behoorlijk afgenomen. Bomen geven een positief effect aan het leefklimaat. Positief effect hebben die op de vogelstand. Nu zijn de vogels verdwenen.